Ramadan markeert het begin van een spirituele reis van 1 maand vasten en gebed. Dit zegt president Chandrika Prasad Santokhi aan de gemeenschap in een Ramadan-boodschap. De vastenmaand, die op 10 maart van start is gegaan, staat symbool voor reflectie en spiritualiteit. De president geeft de gemeenschap om in deze Ramadan-periode kracht en energie te putten uit het geloof. Als president is hij zeer positief en hoopvol gestemd dat Ramadan mensen dichter bij elkaar brengt. Deze maand inspireert ons om het pad van liefde en mededogen te volgen. En Ramadan herinnert ons telkens om solidair te zijn met de noodlijdende mens. Laten we in deze moeilijke tijd, broeders en zusters, elkaar helpen. Laten we serieus kijken hoe we de bredere en diepere banden van wederzijds begrip, wederzijds respect en samenwerking kunnen opbouwen tussen de mensen van alle geloven. Voor ons is deze maand een kans om zich te concentreren op reflectie, spirituele groei, vergeving, geduld, maar ook de veerkracht. We moeten meedogendheid tonen voor de minder bedeelden en eenheid tussen gemeenschappen. Het staatshoofd moedigt mensen die de Ramadan volgen aan om gemeenschappen te versterken en hulp te bieden aan behoeftigen. Ondanks financiële uitdagingen bij het aantreden van de regering belooft president Santokhi naar de behoeften van het volk te luisteren en hen niet in de steek te laten. De regering gaat een nieuwe richting op met meer welzijn voor het volk. Dat is de reis die we samen moeten afleggen. Lieve broeders en zusters, de praktijk van vasten tijdens Ramadan werd ingesteld als een manier om de armen te helpen en om spirituele groei en verlichting te bevorderen. Het is tevens een tijd voor moslims om dichter tot Allah te komen door middel van gebed, reflectie en het lezen van de Koran. De Ramadan eindigt met een groot feest, het Eid al-Fitr. Dit feest wordt gevierd met gebed, het uitwisselen van cadeaus en uitgebreide maaltijden en markeert de afsluiting van het vasten. Als president doe ik een dringend beroep op een ieder om alle ondersteuning te geven aan onze moslimbroeders en zusters die vasten, opdat zij succesvol kunnen zijn in hun nobel doel. De president gelooft dat het vasten zal leiden tot meer geluk en succes en hoopt dat alle wensen in vervulling gaan. Hij moedigt aan om dagelijks te bidden voor kracht in deze moeilijke tijd. Ook vraagt hij Gods zegeningen voor Suriname en roept op om samen te bidden voor ieders veiligheid, gezondheid, welzijn en welvaart. Het staatshoofd wenst dat Ramadan ons overlaat met vriendelijkheid, harmonie en mededogen en wenst iedereen een gezegende en gelukkige Ramadan toe.